Breda Nu. Je weet het meteen. Jullie hebben het zelf gemaakt, of zo heb ik gelezen? We hebben het gemaakt onder begeleiding van Alice. Die heeft ons gecoacht daarin en we hebben zelf stukken daarin bedacht. Hebben jullie alles zelf bedacht of is de grote verhaallijn door Alice bedacht? De stukken los hebben we vaak zelf wel bedacht. En die zijn dan gecombineerd door Alice. Ja. Vond je dat moeilijk, zelf iets bedenken of zijn jullie daar goed in? We zijn een moderne choreografie-klas, dus dat hoort erbij. Dus je bent eigenlijk meer choreografie-klas dan dansklas? Ja, allebei. We maken choreografieën, we voeren ze uit. Ja, dus dat is heel leuk. Dat is zeker heel erg leuk. En is dat voor jou hetzelfde? Ja, dat is precies hetzelfde voor mij. Ja, het is gewoon leuk om zelf een beetje na te kunnen denken hoe je wil dansen en dat dat niet allemaal voor jou bedacht wordt. Dus dat vond ik heel leuk. Dat vind ik nog steeds heel leuk om te doen. Het stuk heet Weg, geloof ik, hè? Ja. Waarvan weg? Weg van het opgroeien. Weg van ouder worden. Je wordt er vanzelf ouder? Ja, maar het is een soort van uitdrukking van alles moet weg. Voor mij in ieder geval, zo zag ik het. En wat hou je dan over als alles weg is? Jezelf. En je groeit jezelf op, je laat jezelf opgroeien. Dat doe je in combinatie met anderen, denk ik, hè? Want jullie zaten ook allemaal aan elkaar vast en zo. Ja, klopt. Want we helpen elkaar er doorheen. Dat was een beetje mijn gedachte erbij. Dat we allemaal elkaar supporten in hoe wij zelfstandig worden. Heb je er wel over gesproken of is dit gewoon intuïtief ontstaan? We hebben er over gesproken. We hebben samen kregen we bepaalde opdrachten over het boek Icarus. En dan kon je daar zeg maar zelf opdrachten over bedenken. En die moest de groep dan uitvoeren, waardoor we allemaal een beetje ons eigen idee kregen bij het stuk wat we gingen maken. Maar Icarus, we komen bij jou, Alice. Icarus is toch het verhaal over de vlucht van iemand die te dicht bij de zon komt. Ja, dat klopt. We hebben wel het boek van Marcel Royaerts als uitgangspunt uitgenomen. En die heet Rebel met Vleugels. En daar gaat eigenlijk over een jonge jongen die een zoektocht eigenlijk van jongeren over zelfkeuzes maken, over de liefde, over vallen, over vliegen. Dus we hebben eigenlijk meer die woorden, vallen, vliegen, keuzes, regels genomen als uitgangspunt. Meer nog dan die jongen die naar de zon vloog. Dan ben je eigenlijk choreograaf, maar hier heb je gecoacht. Is dat een groot verschil? Ja, dat is wel een groot verschil. Zij gaf het eigenlijk ook al aan. Ik heb eigenlijk hun gevraagd om met name het materiaal te maken. Er zit één stukje van mij in, maar daar hebben we ook zelf weer mee geknutseld. Dat betekent dat ik hun eigenlijk de tools moet geven om zelf te choreograferen, meer dan dat ik ga zeggen hoe het moet zijn. Dus ik heb aan het eind wel wat dingen in elkaar geschoven, maar zelfs daar hebben jullie eigenlijk de ideeën voor aangegeven van welke stukken erin moesten. Welke stukken ze het mooiste vonden, ook al een aantal volgordes. Ik heb geprobeerd om dat zoveel mogelijk recht te doen. En dan, het is heel moeilijk om aan het eind overzicht te hebben om die spanningsboog goed te krijgen. Dus daar heb ik toen snel nog even een beetje in geschoven. Maar...
Esra, jij bent even de grotere hier qua lengte. Heeft dat ook iets te maken met... Ja, Alice, dat werkt niet hoor. Heeft dat ook iets te maken met de manier waarop jij dan beweegt, denk je, ten opzichte van kleinere mensen? Ja, meestal beweeg ik iets groter. Dan kom ik zeg maar verder met mijn stappen. Daar moet ik soms wel mee uitkijken, zodat we niet in de knoei raken met de rest. Maar ik merk het wel. Vond je het heel moeilijk om zelf je choreografie te maken met alle anderen? Nee, niet echt, want ik dans al 8 jaar met Alice, denk ik. En we hebben... Lang, hè? Ja. Lang, hè? Dat is zeker 10 jaar. En we hebben altijd wel zelf stukken erbij moeten voegen. Dus daar ben ik, dat ben ik op zich wel gewend en dat vind ik ook heel leuk om te doen. Wat vond jij nou hier het leukst aan? Ik hoorde muziek, ik hoorde teksten. Ik zag jullie met die elastieken bezig, met papieren bezig. Wat vond jij het leukste, interessantste deel? Ik denk dat ik de boodschap die we er zelf allemaal achter hadden het interessantst vond. Want die was voor iedereen anders. We hadden wel het verhaal inderdaad als uitgangspunt gekregen. Maar iedereen had daar een ander verhaal bij voor zichzelf. Dat vond ik het mooiste, denk ik. En hoe iedereen dat dan kon uiten. Mijn verhaal was dat ik niet bang moet zijn om keuzes te maken. Dat ik ook niet altijd positief hoef te zijn. Ook gewoon pessimistisch mag zijn. Ook gewoon realistisch mag zijn. Maar dat ik altijd... wel mag kiezen en mag durven wat ik wil. En dat is ook echt jouw keuze geweest? Ja, zeker. Jouw keuze, was dat dezelfde of had jij een andere keuze? Ja, ik had eigenlijk wel een beetje een andere keuze. Want voor mij was het meer heel erg... omdat Icarus heel erg vrij is en niet meegaat met de stroom van de normale mensen, zeg maar. Had ik dat ook wel een beetje als uitgangspunt. Omdat ik soms wel vind dat zeg maar de maatschappij heel erg jou in één richting duwt. En ik wil daar niet altijd aan meedoen. Dus dat was voor mij wel dat een ding. Hoe hebben jullie dat erin gebracht, dat vrijheidsdenken? Nou, ik denk gewoon bijvoorbeeld met letterlijk bewegingen van sprongen, vliegbewegingen. De elastieken wel van het vrij zijn, maar toch ook weer naar elkaar komen. Ja, op die manier, denk ik. Alice, even een gewetensvraag aan jou. Ja. Is het gelukt? Want je had het over dat het licht hier minder was dan wat je wilde eigenlijk. Ja, nee, dat is zeker gelukt. Eigenlijk niet eigenlijk minder, maar anders. Dus ik had een aantal dingen gevraagd, bijvoorbeeld zijlicht. En dat geeft een heel mooie de contouren van iedereen. Alleen eigenlijk hebben we dat supergoed kunnen oplossen samen met Bloos. Dat zij andere licht hebben ingehangen, maar daarmee hebben we net zo goed een mooie sfeer kunnen maken. Dus we hebben het was meer dat ik het ter plekke nog even snel iets anders moest doen dan wat ik in mijn hoofd had. Maar dat was heel erg oké. Zoals kunstenaars dat doen, hè? Ja, precies. Dus nee hoor, dat was heel fijn in de samenwerking. Hebben we dat gewoon prima kunnen oplossen. Tenzij jij zei, nou dat stukje daar... Ik zeg niks, want ik weet van niks. Nou, dan hebben we het goed gedaan, denk ik. Johan, we zijn hier in een kleine ruimte. En ik zie allerlei nogal kleine, smalle voorwerpen. Wat zijn we hier aan het doen? Nou, hier ben ik aan het doen om de glazuren te bestemmen. Hè? Wat komt erop? Is het licht of donker? En aan de hand van mijn glazuuronderzoek kan ik altijd een glazuur nemen wat al bestaan heeft. Ja, niet buiten dit gebouw, maar gewoon ontwikkeld in de loop der tijd. Hè? Heb je die ergens liggen dan of zo? Ja, dat is opgeslagen in een boek. He, zoveel van dit, zoveel van dat. En dat wisselt ook steeds. Dan moet je heel wat hebben, want je bent al 60 jaar bezig of zo? Ja, ja, ja. In 1952 ben ik begonnen door Rietveld in Amsterdam. Dus reken maar uit. 52 is 65 jaar. Ja. En nog steeds bezig? Maar ik ben begonnen met textiel, hè? Ja. En ik ben bij de ploeg in Bergijk geweest, 5 jaar... Ken je de ploeg, weverij? Ja, die was heel beroemd. Ja, daar ben ik 5 jaar geweest. En daarna ben ik met keramiek begonnen. Wat ik gelezen heb, is dat vanuit dat ploegwerk...
hè, allemaal lappen en zo die je dan gaat op een bepaalde manier gaat doen. Dat je van daaruit met de keramiek bent bezig gegaan. Ja, maar het heeft altijd nog te maken, mijn keramische werk, met dat ploegfundament. Decoraties en zo. Structuur. En dat zie je ook hier wel. Bijvoorbeeld dit. Hè? Daar heb ik ook heel lang gewerkt bij Rosenthal in Duitsland. Ook een beroemde. En daar heb ik een hele collectie gemaakt met deze, ja, hoe noem je dat? Met deze ribbels. Even nog vooraf, want dat heb ik niet gedaan. Even een korte introductie. Jij bent een hele bekende keramist. Ja, ik heb net de Oeuvreprijs gekregen. Voor al mijn werk. Industrieel, glas, textiel. En welke prijs is dat? Dat is de Van Achterbergprijs, Stichting Van Achterberg Domhof. En Van Achterberg was een hele grote verzamelaar. En het meeste werk wat hij verzamelde staat nu in het Prinsessenhof. En daar heb ik ook de prijs gekregen. In Leeuwarden, hè? Ja. Maar zo'n prijs, die krijg je dan voor het hele oeuvre van al die... oeuvre, ja. Dat is er 2,5 ton. Nee hoor. Nee, zo schuw. Nee hoor, het is maar 15.000 euro. Ja, toch niet vertellen, hè? Niet vertellen, hoor. Ben je dan niet trots op wat er is gebeurd? Of zeg je van, ik ken dat niet? Nee, helemaal niet. Ik ben helemaal niet trots op. Het is een gegeven wat er was. En dat is uitgebuit. Tot de diepste. Hè? Door jezelf of door de commercie? Of door wat? Nee hoor, door mezelf. Ja. Nou ja, Rosenthal was natuurlijk wel commercie, ja. Maar heel breed, hè? Ja. Maar daar heb ik ook juwelen gemaakt en weet ik allemaal niet. Glas ook. En dat doe ik ook niet meer. Maar glas was iets van de latere jaren, heb ik begrepen. Ja, ik heb bij Hezen gewerkt. Mm-hmm. In Acquoy, de glasman. En het glasmuseum, hè? Maar vind je dat een kunstenaar in wezen ook iets moet hebben van... kan me niet schelen, ik doe het zo, want ik voel dat, ik wil dat. Ja, dat heb ik altijd zo gedaan. Oké, we zullen even wat verder gaan kijken naar bepaalde onderdelen. Ja? Het lijkt op een verfspuit van een autofabriek of zo. Kijk, nu is dit wit, maar je kan er ook bijvoorbeeld een kleur op aanbrengen. Maar dat is het creatieve natuurlijk, hè? Wat er mee smelt in de oven. Zo. Maar je weet nooit van tevoren precies wat eruit komt? Nou, eigenlijk niet. Nee. Dat wil ik ook niet. Het kan, maar het mislukt ook vaak, hè? Of vaak. Ja, dan gooi ik het weg. Je wilt gewoon continu kijken, continu, wat wordt het? Kijken wat er uit een experiment komt. Ja. En ik heb dus ook lang les gegeven op Sint-Joost. Hè? En de Rietveld. En Den Bosch. Dus daar is ook heel wat gespuit. Ik zei altijd, als ik nieuwe leerlingen kreeg, zei ik altijd... we gaan hier aan de slag, maar we gaan niet zitten prutsen. Oh, dat was heel dominant, hoor. Ja. Toen zijn er twee weggelopen, die zijn nooit meer teruggekomen. Eigenlijk is het zo dat je een student iets mee moet geven... waar ze zelf nog niet aan toe zijn. Wat je een beetje openbreekt, hè. Dat is het lesgeven eigenlijk. Dat ze naartoe moeten klimmen. Ja. En het ambacht alleen, ja, dat kan iedereen leren, hè. Johan, die gaat er kleur op strijken. Ja, dat zijn verschillende kleuren in een glazuur... Die strijk ik erop. En dan zie je dat als het geel het turquoise raakt... dan krijg je een donkere streep. De menging. Nou, en dat is natuurlijk heel snel gedaan. Maar dat doe ik meestal met een... dat is een rubberen bal met een spuitje. Dan spuit ik het erop. Ja, ik penseel het ook wel eens, hoor. Maar krijg je dan een verschil als je spuit of met penseel doet? Ja, dan wordt het met een rubberen bal wanneer je spuit, dan wordt het dikker, hè? Dat wordt een soort, bijna een soort taart. Jij zegt net, het is soms zo makkelijk om creatief te zijn. Als voorbeeld geef je dit. Ja. Weet je wat Picasso zei altijd? Je moet niet zoeken, je vindt. En dat is... Maar dan moet je wel weten waar je moet... vinden. Ja, maar je moet goed in je omgeving leven en dingen zien. Dat zie ik in de natuur ook soms. Hè? En dat plaats ik dan niet altijd op mijn werk.
Maar dit ook. Ja, god, dat was een vormpje. Zo. En dit zat er niet onder, maar dat zag ik dan ergens staan van mijn eigen werk. Ik denk, oh, daar ga ik een combinatie van maken. En toen ook nog dat. Maar niet staat alleen, want hier heb ik het weer anders gedaan. Hè? Ja. Zie je? Dat is een print. Die plak je erop en dat wordt erin gebrand. Maar toch geen plakplaatje? Eigenlijk zijn het plakplaatjes. Ja. Het ligt allemaal voor het grijpen. Ja. Niet zoeken, nee. Je vindt.